Met ummekeer probeert Bertine Schipper, nee Snipper moet ik zeggen, het Drents Liedjes Festival te winnen. Ja. Toch? Voor de winst gaan we. Ja, dat klopt. Ja. Het nummer, ummekeer. Ja. Kun je vertellen waar het over gaat? Ja, het is een, eigenlijk een liefdesliedje wat gaat over als het leven heel zwaar is. En dat je dan elkaar vast moet houden. En dat het soms dat het heel ingewikkeld kan zijn. Maar dat je dan... ja, dat je het mag zeggen tegen je geliefde, maar blijf maar zoals je bent, want dan ben je op je mooist. En als je dat zegt, dat het dan, nou, dat het dan de echte liefde is, zeg maar. Wat een mooi verwoord. Ja. Ja. En ik heb het idee dat je het ook zelf dan hebt meegemaakt, het gevoel van het liedje. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar heb je dan ook het liedje zelf geschreven? Nee. En daarom zit jij op de bank. Ja, dat heb ik gedaan. Ja, ja, precies. Ja. Want jij dacht van, ik wil een mooi liedje schrijven voor het Drents Liedjes Festival. Ja, ik volg sinds 2016 het Drents Liedjes Festival. En vorig jaar juni zijn we eigenlijk begonnen met ons team om te schrijven voor het Drents Liedjes Festival. Mm-hmm. En dat hebben we samen gedaan met een team van Over You Events uit Coevorden. Ja. Daar werk ik sinds een jaar nu mee samen. En hadden we 6 liedjes opgenomen. En daar hebben we 4 nummers uitgekozen. Mm-hmm. En waaronder een keer. En hoe kom je er dan weer met elkaar zo in contact? Ja, ja, hele goeie. Ja, nou, ja. Ja, sorry. Ja, Gerben en ik kennen elkaar al 12 jaar. En we spelen al 12 jaar samen. En we hebben een ceremoniebandje samen. En we spelen in kerken. Mm-hmm. We spelen graag liedjes met een betekenis, met een bedoeling. En dus dit liedje ook echt een liedje met een diepere laag. Maar dat is een heel mooi liedje. En waarom heb je er dan voor gekozen om mee te doen aan het Drents Liedjesfestival? En in het Drents te zingen? Ja, omdat het denk ik een mooi podium is om het te laten zien. Omdat ik denk dat iedereen daar iets bij kan voelen. En als je dat in je moederstaal zingt, of in ieder geval in iemands moederstaal, dan raakt het nog meer. Komt het nog meer binnen? Ja. Wauw. Want dan spreek jij zelf ook Drents? Want wij hebben bijvoorbeeld heel veel moeite met het Drents praten. Ja, mijn vader is een Drent, mijn moeder is een Twent. Dus, het ruimt wel lekker. Gezellig, hè? Ja, ja, het is heel lekker. Heel gezellig ook thuis. Hey!